Gaat gaan. Voorzitter, in de besluitenlijst van de ministerraad staat dat er een wijziging van besluit pensioenen voorlag. En daarop is geen besluit genomen. En als die wijziging nou na de stemming gepubliceerd wordt, lijkt me dat buitengewoon onwenselijk. Dus ik zou graag willen weten welke wijziging van besluit pensioenen voorlag. En die brief die zou ik graag voor woensdagavond ontvangen, zodat we hem kunnen betrekken donderdag. Het tweede verzoek wat ik daarbij op pensioenen wil doen, voorzitter, dat is zeer recent, dus ik kon het niet toevoegen. Op de site van Confident staan berekeningen. En Ik ga eerst even uw eerste verzoek. Goed, volgens mij is het een informatieverzoek. Is daar bezwaar tegen om dat te doen? Ja? Voorzitter, zeker geen bezwaar. Het is van heel groot belang dat we het hebben. Maar ik wil ook daaraan toevoegen dat op het moment dat dat dan niet komt voor de plenaire behandeling van donderdag, dat we dan moeten schorsen tot het moment dat het er wel is. Dus mijn nadrukkelijke verzoek is het verzoek van de heer Omtzigt te steunen, maar ook het signaal af te geven aan het kabinet. Als die brief er niet is voor de plenaire behandeling, moeten we wachten totdat die brief er wel is. Dus kunnen we niet de plenaire behandeling voortzetten wat mij betreft. We zullen dit ook doorgeleiden naar het kabinet. Uw tweede verzoek, meneer Omtzigt. Ja, voorzitter, dat hoort bij dit verzoek en daarom probeer ik het eerst samen te doen. Op de site van Confident, dat is van actuaris Henk Bres, die heeft gekeken naar de scenario's van DNB. U weet wel, die scenario's waarop de hele wet gebaseerd is. En volgens zijn berekeningen wordt er voor elke 100 euro die er in een pensioenpot van een 25 jaar gezit, wordt tot 300 euro belegd in de DNB-berekeningen. Dat zou echt extreem zijn. En die vraag die ligt er al. En ik wil echt voor woensdag 12 uur weten of dat klopt. En hij zegt ook dat de sommen die daar staan, de voorgespelde rendementen op aandelen, veel hoger zijn dan die op dit moment zijn voorgeschreven door de commissie parameters. En als dat zo zou zijn, ja, dan krijg je een mooie uitkomst, want dan mag je met veel meer rekenen dan wat nu wettelijk is toegestaan. En ook daarop zou ik graag een reactie willen hebben voor morgen 12 uur, of dat klopt of niet. Dank u wel. Ik kijk even of daar bezwaar tegen is. Dat is niet het geval, dan zullen wij dit ook doorgeleiden naar het kabinet. Tweede verzoek. Ja, echt voorzitter. Verzoek. Ja. In november en december krijgen huishoudens 190 euro als tegemoetkoming en vooruitlopend op het energieprijsplafond. Omdat het energieprijsplafond natuurlijk gewoon te bewerkelijk was om het al op 1 november in te laten gaan. Daartoe heeft de regering een begroting ingediend. Dat is de 9e incidentele subsectorenbegroting. Daar zitten bijna 3 miljard uitgaven in. En ze hebben al vastgesteld en het geld is al bijna helemaal uitgegeven. Echter, ongeveer 400.000 tot 500.000 huishoudens krijgen die 190 euro helemaal niet. Ik zou graag die wet gewoon behandelen. Ja, dat moet ook. Het is een begrotingswet. Hij moet behandeld worden. Dus u wil hem toevoegen aan de... Ik wil hem toevoegen aan de agenda van... Ja, het liefst deze week, maar laten we gewoon volgende week doen. En ik zeg tegen de collega's, als u de maandag een wetgevingsoverleg wilt organiseren, prima. Dus het gaat me niet om dat het plenair gebeurt, maar ik wil dat wetsvoorstel behandelen, omdat honderdduizenden gezinnen buiten de boot vallen met die 190 euro maatregel. En ik wil erover praten voordat het... voordat het uitgegeven wordt, dat geld. Ja, ga even kijken of daar steun voor is. Mag ik daar één laatste punt? Ja. Niet, donderdag is een commissiedebat. In commissiedebatten worden geen begrotingswetten behandeld. Dus kom alsjeblieft niet aan dat we dit donderdag moeten gaan. Uw verzoek is in een plenair of in een wetgevingsoverleg apart. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren. Ja, gaat u gaan. Voorzitter, daar kwam ik ook niet mee aan. Maar ik wilde graag steun verlenen aan het verzoek. Even kijken, de heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, van harte steun. En daar wil ik nog graag even aan toevoegen dat als rapporteur, maar ook vanuit de commissie Rijksuitgaven, dat we veel te vaak dat soort subsidiaire begroting onbehandeld laten. Dus dit is heel goed dat de heer Omtzigt dit voorstelt. Dank. Heer Bontebal, CDA. Voorzitter, ik snap dat we dit goed moeten behandelen, maar donderdag is het niet een commissiedebat, maar een notaoverleg. En ook extra uitgebreid met spreektijd. Dus mijn voorstel zou zijn, dit pakken we gewoon ook donderdag mee. Het staat allemaal, iedereen is voorbereid, we zijn ermee bezig. En als het daarna blijkt dat er geen goede antwoorden op komen, dan kunnen we altijd nog iets inplannen. Er komt ook nog een begroting. En desnoods trekken we er inderdaad een extra maandag voor uit. Maar dank u wel, de heer Bouke, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Bontebal. Dank u wel. De heer Slover, SGP. Steun, mede namens Jaar 21. De heer Heijne, VVD. Ja, ik sluit me ook aan bij de heer Bontebal. Er is dus een notaoverleg en dan komt er nog een begrotingsbehandeling over 2 weken. En als dat nou niet genoeg is, kan er altijd nog besloten worden tot een extra WGO. Maar laten we nou eerst deze debatten voeren. Dank u wel, de heer Kops, PVV. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Gezien de reeds geplande debatten, geen steun. De heer Van der Lee, GroenLinks. En namens PvdA en SP steunt ook GroenLinks het verzoek steun, van de heer. Steun, ja, steun. Ja, steun. Ja. Alle drie. Dank u wel, de heer Evriem. Steun namens BBB ook.
Dank u wel. De heer Van Baarle van DENK. Steun. Er is geen meerderheid voor uw verzoek. Ja, dan heb ik toch even een vraag aan de voorzitter, inhoudelijk voorzitter. Klopt toch dat ik een begroting niet kan behandelen in een notaoverleg? Het is belangrijk dat u dit in de commissie zeg maar procedureel ook bespreekt. Want daar zit zeg maar mandaat om dit soort dingen te bespreken. Nee, maar voorzitter, er is een meerderheid voor nodig. Nee, voorzitter, je kunt geen begroting behandelen in een notaoverleg. Dus dan moet die omgezet worden in een wetgevingsoverleg of zo. Ik kan er donderdag niet bij zijn. Ik snap allemaal wat u zegt. Het kan in een wetgevingsoverleg omgezet worden. Ja, maar dan moet dat gericht worden. En de commissievergadering was op 29 november. Als je het dan op de agenda zet, dan is al het geld al uitgegeven. Want op 1 december wordt de laatste tranche uitgegeven. Het lijkt mij echt dank u wel voor onze begroting. Ja. Dan is het belangrijk dat u dat ook via bijvoorbeeld een procedure in de commissie zeg maar, gaat bespreken. Dat is echt de weg om dit soort dingen te regelen. En ik heb geen stemrecht in commissies, zoals u weet. Dus ik mag daar niet eens optreden. En dat zit mij best wel dwars. Ik kan niet anders als afgesplitst Kamerlid. En ik zeg het nog één keer tegen alle 150 Kamerleden hier. Ik heb geen enkel stemrecht in de commissies. Ik mag de voorstellen niet doen. En als ik een mail stuur, word ik teruggestuurd. U bent geen lid. Ik kan u verzekeren, u ziet maar hoe u het gaat behandelen. Als u op deze moment 3 miljard wilt uitgeven, u doet het maar. Dank u wel. De heer Heijnen wilde nog even op reageren. Nou, voorzitter, het punt van de heer Omtzigt begrijp ik wel. En dat kunt u natuurlijk altijd samen optrekken. Want hij kan het punt natuurlijk ook aan ons zorgen. Ik wou er even bij aangeven. Er stond een commissiedebat. Die is op verzoek van ook volgens mij de heer Stoffer omgezet naar een notenoverleg om er breder over te spreken. En over 2 weken spreken we dus over de begrotingsbehandeling EZ. En daar kan het wel bij betrokken worden. Dus het is niet dat hier niet over gedebatteerd kan worden. Dat hecht ik wel aan om dat te benadrukken. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas, BBB.